Goedenavond en welkom iedereen. Welkom bij Student at Night. We doen dit nog één keer dit seizoen. Het is 17 mei vandaag, als we het opnemen. Een week die gevuld is met acties tegen kanker. Je ziet het, we zitten in een speciale setting. Het is niet de setting die u van ons gewoon bent. Het is niet de ludieke setting waarin we zitten. We zitten in een kleinere, intiemere kring, omdat we het vandaag hebben over een iets wat bijzonder onderwerp. Omdat we vandaag een thema willen belichten dat naar ons gevoel, naar onze mening, en ik denk dat ik die mening. Um, deel met de mensen die hier zitten in mijn panel, um, ja, dat, dat die dezelfde mening hebben. Een thema dat nog altijd taboe is. Een thema dat nog altijd, waarover nog altijd te weinig wordt gesproken. En dat is kanker bij jongeren. Want ook jongeren zijn slachtoffer van die vreselijk tergende ziekte. En we hebben vandaag de eer en het genoegen om mensen in onze studio te verwelkomen die daar. Iets aan willen veranderen. Ze zijn van het Erika Thijs Huis en um, ik ga hen daar zo dadelijk zelf gewoon veel meer over laten vertellen. Um, ik ga ze om de beurt gewoon misschien eens even zelf uh, zichzelf laten introduceren. Wil, ik zal bij jou beginnen. Um, welkom. in ja, ja. Goedenavond, ik ben Willy, Willy van het Huis Erika Thijs, welke dat ondersteuning verleent bij uh, kankerverwerking. Ja, en ga je weer doorgaan naar Siel? Ja, ik ben Siel, ik ben. Uh... 34 jaar ondertussen. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, een architect binnen een interieurbureau. En ja, ik ben hier vandaag om uh, de aandacht te, te vestigen op ja, de, de jonge mensen die uh, we allemaal zijn, dat die ook kunnen getroffen worden door kanker. Exact. En last but dat least, Britten? Ja, ik ben uh, Britten van Lessen. Ik ben ondertussen 23 jaar. Uh, ik ben ook Flewans student eerlijk, aan de universiteit. Alright. En ja, zoals u het al zei, Willy, uh, u, heeft het huis, of ja, u bent van het Huis Erika Thijs. Jullie hebben dat opgericht. Kan je misschien eens dus wat meer vertellen over het Huis Erika Thijs zelf? Wat doen jullie precies? Ja. Nu, ik ben niet een van de oprichters. Oké. Okay. Ik ben er uh, korte tijd actief als vrijwilliger. Nu, uh, Als je over kanker spreekt, uh, kanker heeft zijn uh, of treft uh, op verschillende levensdomeinen. Uh, natuurlijk de algemene fysieke gezondheid in de eerste plaats. De mentale gezondheid. Uw uh, job, carrière, uh, het financieel evenwicht wordt verstoord, uh, sociaal leven verandert en uw uh, gezin waarin dat je leeft, relatie die je hebt, krijgt een andere vorm. Dus, en van daaruit, de rond hele problematiek, proberen wij ondersteuning te geven. Dus ondersteuning bij kankerverwerking. En thuis Erika Thijs is eigenlijk een ontmoetingsplaats van lotgenoten. En niet alleen de patiënt, wij noemen trouwens de patiënt onze gast, dus niet alleen onze gast is welkom, maar uh, ook de familie, de naasten, de partner, vrienden die het moeilijk hebben uh, met uh, het aanvaarden, het aanvaardingsproces. Dus wij willen een wegwijzer zijn, een, een open huis zijn, een soort van inloophuis zijn, een doorverwijscentrum, waar dat wij uh, dus onze gasten ontvangen op een individuele basis. Uh, Face-to-face -face een gesprek aan, uh, horen waar de problemen zijn, analyseren van die problematiek en dan eventueel doorverwijzen naar experten en andere organisaties. Dat is een eerste taak. Ja, ik ga eens even onmiddellijk naar ziel. Uh, je bent ja, patiënt geweest, ik ga het nu even zo noemen, um, van ja, een kankerpatiënt. En um, wat jullie net aanhaalt, het doorverwijzen, het, het weten waar je terechtkomt, is dus dat een nood die je hebt als, als je als jonge patiënt. Ja, toch wel, want er komt zoveel op je af. Je krijgt in één keer die diagnose, maar er komen dan ook zoveel vragen op je af, dat je dan denkt: Oh, waar, waar moet ik nu uh, ja, de bos, het bos door de bomen zien? Um, dus het is inderdaad wel, wel uh, interessant dat er zo'n centrum is die uh, met die vragen eigenlijk je, je weet. Hi, yes. Ja, je was nog jong, misschien een eens even. Waarom dat je in ons panel zit ook vanavond. Je was ook jong toen je um, ja, ja. het van dichtbij maakte. Inderdaad, ik was negen uh, jaar toen ik mijn opa aan kanker heb verloren. Um, en voor mij was dat vooral een periode van: ik heb geen idee wat er aan de hand is. Um, vooral als kind, zeiden allee, ik begrijp het nu volledig dat ouders niet weten hoe breng je dat aan, aan een kind, aan een familielid. Hoeveel vertelt je er tegen, hoeveel vertelt je daar niet tegen? Um, maar het is ja, ook daarmee dat ik echt het, het belang in zie van dat er meer over gecommuniceerd moet worden, dat dat niet zo'n taboe moet zijn. Uh, ja, Dus daarmee dat ik hier aanwezig ben. Ja, want je zegt het, ouders zitten vaak niet toe dat, ze de, allee, dat je het dan jonge kinderen aanbrengt. Is dat dan omdat er nog zo weinig over gesproken wordt? Of heb je het gevoel dat er nu onder jouw vrienden op jouw leeftijd wat meer over gesproken kan worden? Of... Ik denk, voor mij was dat op dat moment een manier om mij te beschermen. Um, ik denk om mij niet te veel in paniek te laten schieten of zo. Um, misschien dat ze dachten dat ik het niet zou begrijpen, um, of dat ik niet wist wat er aan de hand was. Um, momenteel denk ik wel dat er meer over gepraat wordt, tussen uh, de vrienden die ik heb. Maar dan nog zit er, ja, nog zo'n ding rond van, oh, die persoon heeft kanker, uh, hoeveel... Ga ik daar gaan vragen hoe het met die gaat? Vraag je er niet naar? Vraag je er wel naar? Wilt je er over praten of niet? Dus daar hangt wel zo'n sfeer rond van: ja, hoe open kan ik erover zijn? Is dat ook iets wat jullie merken bij Erika thuis? Zeer zeker. Ik wil even terugkomen op je jeugdige leeftijd, negen jaar, opa verloren. Um, ook daar hechten wij natuurlijk uh, aandacht aan. In die zin van: uh, het gaat dan over de ouders begeleiden in het overbrengen en communiceren omtrent het ziektebeeld. Naar hun kinderen toe. Ja. Er staan ook heel wat uh, jeugdboeken of kinderboeken daaromtrent. Ja. Mama is ziek, uh, of uh, De boom verliest de bladeren. Dat zijn er van die, door uitgever Rijksklaves geloof ik dat dat uh, op de markt wordt gebracht. Maar zeer uh, uh, educatieve uh, boeken die speciaal voor jonge mensen. Ik geloof zelfs dat het start vanaf zes, uh, zeven jaar. Uh, met vooral veel beelden, um, die zijn ter beschikking. Um, en dan uw vraag was van. Ja, ik, ik vind het interessant dat je het aanhaalt, want het gaat over, je zegt het beelden voor kleine kinderen. Is het dat wat het zo moeilijk maakt om er ook over te ballen? Om en naar kleine kinderen misschien een, 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 in het bijzondere maar dat het weinig tastbaar is? Het is iets wat je niet ziet. En... Ik denk dat de, de, de meeste patiënten proberen ook hun, uh, hun, hun lijden, mentaal en fysisch lijden, niet over te dragen naar een naaste omgeving, puur uit liefde. Ze proberen zich dat een beetje af te schermen. Ik weet niet of je dat kan bevestigen. Zie? Oh ja, je, je zit met zoveel vragen en, en zoveel dingen dat je ja, het een beetje bij je eigen wilt houden, maar toch je, je merkt dat de omgeving daar ook mee onder leidt. Dus uh, ja, dus, dus je krijgt kanker, maar je krijgt het niet alleen. Want je omgeving, je partner, je ouders, die die leven allemaal heel hard met u mee, dus. Uh, dat is wel... Hoe oud was je toen je? 28. 28. Die ik het, uh, ontdekte. Ja. En als ik ja even mag vragen, wat gaat er op dat moment door je heen als je die diagnose krijgt? Ja, een stuk, um, want je denkt van waarom ik, waarom word ik nu getroffen? Um, ik, ja, we waren op dat moment. Heel actief aan uh, het bouwen, aan uh, het werken. Uh, ons leven was eigenlijk op punt om, om te starten. Um, en ja, je krijgt eigenlijk in één keer een klap dat je dan denkt van... Ja, heb ik dit nu verdiend? Maar je verdient een kanker niet. Maar toch, ja, dat je denkt van... Ja, on, ongeloof is het eigenlijk op dat moment. Uh, en heel veel vragen, heel veel... Um, dat je denkt van ja, wat zijn nu de, de volgende stappen. Hoe kan ik nu beter worden? Uh, dus, uh, yeah. ja ga weer terug naar jullie. Uh, een patiënt komt bij jullie, jullie zeggen het, of ja, en de patiënt is te gast bij jullie. Um, langs de ene kant helpen jullie de, de gast dan en, en de, de, ja, de kennis te kringen en de, de omgeving van die persoon helpen doorverwijzen, maar het Erika Thijshuis doet veel meer dan dat. Um, de meeste inloophuizen, en zo zijn er een, toch wel een tientallen in Vlaanderen, um, die zijn onder andere ook gestudeerd, uh, gesubsidieerd door uh, Kom op tegen kanker. Of erkend ook door Kom op tegen kanker. Wij zijn tevens erkend als uh, door de Stichting tegen kanker ook. Ja. Um, wat doen wij nog? Uh, wellness en beweging is heel belangrijk. Vooral voor het zelfbeeld uh, bij te stellen. Um, wellness, wat verstaan we daaronder? Dat kan een massage zijn, een oncologische voeteur, reflexologie. Um, Brainlight, uh, relaxstudio uh, hebben wij bij ons ter beschikking. Um, zodat je dat stress die een patiënt ervaart, door die behandelingen tot rust kan komen. Uh, we hebben lichaamsverzorging, gezichts- en gelaatsverzorging. Uh, door chemo en bestralingen natuurlijk gaat de structuur van je huid veranderen. Uh, en daar heb je aangepaste make-up voor nodig. Zeker voor de dames, maar ook voor de heren, bij het scheren en zo verder uh, ontstaan er andere irritaties dan uh, in het normale leven um, en uh, daar helpen wij de patiënten dus ook mee verder, door sessies te organiseren. Dan hebben, organiseren we ook heel wat keynotes in de zin van uh, over voedingadvies, uh, maar dat kan ook gaan over seksualiteit en intimiteit, dat is vooral een seksuologe, uh, Christel van het Jesse ziekenhuis, die dan bij ons komt praten um, en andere thema's. Op vraag ook van de patiënt of van de gast zelf. Uh, als we vaststellen dat een bepaalde vraag veel voorkomt, proberen we daar een oplossing te zoeken bij experten, ja, dus en niet heel, gericht, heel, iets te organiseren, heel doelgericht ja. naar die vraag toe. Ja. Hoe, wat was voor jou, Ziel, um, als je in die periode zat, hetgene waar je het meest nood aan had? Goh, ik uh, heb zelf een beetje gezocht naar een manier om, om het een plek te geven. Um, ik ben altijd al heel creatief bezig geweest met met van alles en nog wat te maken en um, ja ik heb eigenlijk geen nood gehad om anderen te spreken daarover maar eigenlijk om mezelf mijn eigen bubbel te, uh, te kruipen um, en ja yeah, een uh, duelopleiding, wat ik in, in het volgen was heeft me daar eigenlijk in geholpen uh, ik heb dan ja yeah, een broche gemaakt zodat ik deze um, dat is eigenlijk een borstbrosh, noem ik het. Is een, met een buste van uh, een Barbie. En ik um, ja, ben beginnen invullingen te voorzien voor de leegte die, die de kanker heeft uh, geslagen. Dit is nu bijvoorbeeld met Barbie-haren. Um, maar ik heb zo een hele reeks uh, ondertussen gemaakt uh, met verschillende invullingen, omdat ja, iedere vrouw het ook anders invult. En dit is eigenlijk een start geweest voor mij om, om het een plek te geven, om ja, het ook voor mezelf te verwerken, maar ik merk nu doordat ik naar buiten kom met 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 die dingen dat het ook anderen kan helpen en dat ei, vind ik dan ook wel wel fijn dat die creativiteit ja kan kan helpen ah, dus uh... maar ik om het is even ja. Uh, meenemen, dat je het, ja ik vind het fantastisch omdat het het, het uh, ik merk dat het werk soort van therapeutisch om ja um... ei, voor mij was het ik heb al allemaal dingen gemaakt de afgelopen vijf jaar om mezelf uh, ja, het te verwerken, het zelf een plek te geven. En ik heb eigenlijk alle methodes die ik heb uh, geleerd in de afgelopen jaren... Ik heb een kunstacademieopleiding gedaan, juweelontwerp, architectuur. Al die manieren die heb ik gewoon aangegrepen op, 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 aangegrepen op dat moment wat ik nodig had. En dat is er gewoon uitgekomen. Um, ik heb... Yeah, ook heel veel um, werken gemaakt um, met de acht, want één op acht vrouwen, ik heb hier een borstje ook aan, uh, krijgt het jammer genoeg. Dus dat is ja, wel, wel een groot aantal um, dat, dat daarmee te maken krijgt. Um, dus ik heb ja, dit borstje nu aan, dat is een spiegelplexie ook, um, omdat het belangrijk is om ja, je zelfbeeld terug te vinden na borstkanker. Um, ik heb zelf een, een ja, volledige amputatie gehad van mijn linkerborst. Um, met een reconstructie um, in twee fases. Het, ja, het hakt wel in op je op zelfbeeld op dat moment. Um, het, ja, ik vind het nu ook wel belangrijk om, om erover te praten. Omdat het, ik was er heel vroeg bij, dat heeft de dokter ook gezegd: Stadion 0, je kunt er niet vroeger bij zijn. Maar het is ook omdat ik het zelf heb gevoeld. Um, dus ik vind het heel belangrijk om nu te praten erover. Zodat dat andere vrouwen die, ja, die misschien iets voelen, heel snel zeggen: Van ik ga het toch eens even naar de dokter. Um, de um, een doorverwijzing, een echo laten maken. Het kost heel uit: 25 euro voor een, een, een echo. En het kan nu leven gewoon redden. Dit dus... is het. Iets wat je herkent als je als, als kind dan geconfronteerd wordt met het verlies van je grootvader omwille van die vreselijke ziekte, dat je erover wil babbelen of dat je het wil kwijtdoen met je ouders? Of, of op welke manier probeer je die, Heb jij het een plaats kunnen geven? Absoluut. Wacht, dan moet ik eens denken. Ja, dat is oh, even. Sowieso wou ik erover praten, maar ik wist niet oh. hoe en wat er aan de hand was, eigenlijk. Er werd tegen mij gezegd, ja, opa is ziek. Uh, maar ja, ziek is breed. Um, dus ik heb heel lang niet geweten hoe ziek is dat. Um, dus het is bij mijn opa heel rap gegaan. Ik denk in een de periode van twee of drie maanden van het moment dat we het wisten totdat hij overleden is. Dus die updates kwamen wel relatief snel. Um, maar ja, ik hoorde erover praten, maar ik had er op dat moment gewoon de woorden nog niet voor. Ik heb uh, mij heel veel vastgehouden aan zo zijn spullen. Dus echt zo zijn T-shirts. Um, ja, ik weet, hij was heel veel fan van kippen. Hij ging altijd hanen zingen. Dus overal in een winkel waar ik dingen tegenkwam van een kip, dat moest ik hebben. En dan vond ik dat fantastisch. Um, dus ik heb mij aan zo'n dingen echt gewoon vastgegrepen. Ja, het is een beetje dat zeel met hm. die, ja. de broche. die, wat voor jou op een, een, een is manier. Maar je zegt ook: je geeft dat aan, je wilt erover babbelen. Het is het ook het contact met anderen dat je er iets over kan. Kwijtgaan ja. of zo, aan je ouders of zo. Um, was er bij jou een steun, bijvoorbeeld je ouders en, en je familie in die periode? Ik denk het wel. Vooral mijn mama heeft mij daar wel in gesteund. En ik herinner mij ook nog heel fel um, een verpleger in het Vergejessen ziekenhuis, die echt, ja, ik herinner mij die man nog altijd. Die kwam uh, altijd met mij praten. Die had dan ook zo. Klein zakje meegegeven met zo'n sterretje erin, wat als symbool stond voor van alles. Ik weet het al niet meer, maar uh, die man heeft mij ook wel enorm gesteund. Um, ja, maar op dat moment is dat echt gewoon overal een beetje zoeken. Is dat iets wat in het Erika-thuishuis uh, terugkomt, omdat het is een inloophuis is? Je kan er eigenlijk vrij komen en je kan babbelen met anderen. Helpt het om? Kan je elkaar een beetje opliften als je... Een Zeker veroopt... daar, In die context organiseren we dus ook activiteiten met onderlotgenoten. En dan komt er wel heel veel los. Als we gewoon een creativiteit nemen zoals schilderen of knutselen. Banaal dat het ook al zijn, maar hetgeen wat daaruit voortvloeit, hetgeen wat die mensen dan maken, heeft meestal een onderliggende betekenis. En ze koesteren dat ook, ze nemen dat mee naar huis. En ze zijn blij dat ze zich op een andere manier hebben kunnen uiten dan alleen maar praten met elkaar. Uiteraard, terwijl dat die activiteit plaatsvindt, zijn er heel veel uitwisselingen van van gevoelens en van emoties. Uh, ja. Ja. Dat is belangrijk, heel belangrijk. Absoluut. En er is iemand in onze studio vandaag ook aanwezig, want als er iets is dat er niet zal veranderen aan student Night, dan is het het volgende: we nodigen altijd heel graag een artiest uit die het beste van zichzelf gaat brengen. En om in het thema te blijven, mensen die elkaar steunen, mensen die elkaar steun, vinden. Bij elkaar nodig ik graag of geef ik graag het woord of de stem liever aan Zita. Zita Fontana um, zal voor ons People, Help the People, brengen um, om in dat thema te blijven. En Zita, the stage is all yours, free to go. Ja, dankjewel, Zita, voor een prachtige met intermezzo. Um, geen vrees, we hebben zo dadelijk nog een prachtige met intermezzo van Zita klaarstaan. Um, maar ik heb eens even gekeken naar jullie reacties. Het komt wel binnen als je die boodschap moet horen. En, en um, ja, het, ik merk wel dat het, dat het jullie haakt. Mounia, ja. wat? Zeer zeker. En het uh, blijft u raak, gans uw leven lang. Beetje background nog. Uh, ik heb mijn moeder verloren toen ik 15 was aan kanker. En ik heb uh, mijn echtgenote uh, twee jaar geleden ook na een strijd van tien jaar moeten afgeven aan kanker. Dus uh, uh, als ik me dan toch als een soort van ervaringsdeskundige mag. Uh, nee, um, het blijft een uh, litteeken. En ik denk ook, al ben je genezen, dat stel we ook vast. <tus> Want uh, wij, bij ons komen dus zowel. Uh, Patiënten of gasten die net een diagnose hebben gekregen, of die in behandeling zijn, of in nabehandeling hebben, of die genezen verklaard zijn. Blijven komen. Um, gewoon de nood, ook de vriendschap die er ontstaat tussen lotgroten, natuurlijk, is heel belangrijk. Um, dus die verwerking loopt altijd verder. En ergens in het achterhoofd zal al ben je genezen verklaard, blijft er toch nog altijd dat klein stukje twijfel aanwezig. Um, Onbegrijpbaar voor velen, maar uh, die is aanwezig, ja. ja. Zo ziel blijft het ja, in de achterhoofd ergens? Toch wel. Vringen? Ik denk, in het begin van mijn diagnose had ik zoiets van: stiekem onder een scan, zorg dat ik alles uh, ja, weet wat er ergens in mijn kleine teen van, van kanker kan zitten. Uh, maar ja, de dokter zei ook van dit is voor een bepaalde periode een geruststelling. maar... Het kan zich nog evolueren uh, binnen een aantal maanden, jaren. Dus die, die angst, die blijft wel. Je mocht het niet zorgen dat het u daar de keel blijft grijpen van. Ja, en ik je kan het... me wel voorstellen als je continu met dat, met dat idee moet rondlopen... Ja, ik ja. ben wel heel alert nu voor, voor kleine dingetjes in mijn lichaam. Dan denk ik, ja, ik zal het toch maar even laten controleren door de, de dokter of de huidspecialist. Of, uh, ja, het is... Dat is toch iets wat in je achterhoofd blijft. Maar hoe ga je er dan mee om als je... Ja, je kan niet continu naar een dokter of je kan niet continu nee, met nee. ieder klein dingetje blijven. Maar hoe, hoe probeer je dat te kanaliseren voor jezelf? Ja, daar niet, niet te angstig in blijven. In en ik heb nu bijvoorbeeld evenveel kans als iemand anders om het nog eens een keer te krijgen. Eén uh, op acht. Maar ik word heel, heel uh, goed opgevolgd. Ik heb ieder jaar een MRI. Um, dus als ik het moest krijgen nog eens opnieuw, dan ben ik er ook weer heel vroeg heel bij. Dus dat is ook weer de keerzijde. Um, je gaat misschien wat meer op controle um, om, om je wat geruster te stellen. Maar het is wel iedere keer, de aanloop naar zo'n controle, is toch even zoiets van, oh, ik hoop van niets dat, het, dat er iets, uh, ja, iets mis weer is. Of, of ik wil ook eens even inzoomen, want we zitten hier met Allee, we, we, we willen het graag hebben over het feit dat het thema kanker bij jongeren um, ja, waar nog iets onbesproken blijft, denk ik, of iets, of iets is dat ja, een taboesfeer. Mm -hmm. Ik wil het een taboesfeer noemen, maar langs de andere kant ook niet, omdat ik het idee heb, je kan er ook gewoon niet naastchen. Er zijn talloze acties. Ik bedoel, deze week staat um, in het teken van de duizend kilometer tegen kanker een actie van komen tegen kanker. Je kan er dus niet naastchikken, maar toch is er zo een, een idee of zo dat leeft, van mij zal het wel niet overkomen. Mm -hmm. Klopt. Ver van uw bed. Ja, een vijf- ja, met show ja. ja, en ik denk ook allee, um, de algemene perceptie is dat het een ouderdomziekte is. Dan wil ik zeggen, de meeste kankerpatiënten zijn 50 of ouder. Uh, maar je weet dat er jaarlijks 1700 jongeren tussen 18 en 38 jaar kankerpatiënt worden. Ja, dat is heel wat. Ja, dat zijn enorme cijfers. Dat is ook. enorm, ja. En dan 40% van de getroffenen um, zijn ook nog altijd beroepsactief. Ook bij de jongeren natuurlijk. En die impact daarvan, carrièrematig mm -hmm. en ook financieel en zo verder, is heel groot. Losstaande van de relatie die je hebt met de partner en zo. Maar uh, die mensen hebben dan net een huis gekocht en uh, uh, zitten vol met ambitie en een carrièreplanning. Uh, en uh, ja, plots uh, staat het, uh, het leven stil. Ja, want het is iets waar je overvuilt dan op dat moment en je gaat als, ja, het is wat je aanhaalt als jong persoon. Ik kan me nu bijvoorbeeld in mijn eigen leven niet voorstellen welke impact dat het dat heeft of welke reset dat het ja. je maakt of zo, ja. want hoe, hoe probeert het Erika, of hoe gaan jullie met de jongeren om in het, binnen het Erika Thijs huis? Wel, uh, dit, is, dit is nieuw voor ons. Ik bedoel, uh, ik ben in het huis Erika Thijs gekomen en ik heb vastgesteld dus dat het effectief uit zijn historiek uh, gegroeid is echt en, 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 en gebaseerd is op die oudere ouderdomsziekte. Um, Ik ben in gesprek gekomen met uh, jonge kankerpatiënten, uh, latere tijdstip ook met Silie, okay. um, maar ook met Barbara bijvoorbeeld, uh, ook een heel jonge uh, vrouw, uh, die ook borstkanker gekregen heeft op haar 26e. Um, en er was niets voor ander. Ook zeker niet hier in onze provincie Limburg was er zo, zo niets veranderd. En uh, gelukkig hebben we dat ook de Universiteit Hasselt, uh, waar dat uh, drie studenten zich georageerd hebben om het project uh, vlot te trekken. Dus, uh, ja, het, je hebt iets mee. Ja, inderdaad. Uh, we hebben uh, sinds vandaag een brochure: uh, kanker bij jongeren. Um, gemaakt door uh, Luna Meers, uh, Emma van Lommel en Wietse van de Bril, drie studenten van de Universiteit Hasselt. Um, en het, eigenlijk uh, ligt het, heel de problematiek van pijnverwerking bij kanker, over vermoeidheid bij kanker, over intimiteit en seksualiteit uh, bij kan jonge kankerpatiënten, uh, over lichaamsverzorging, en ik blader het ook veel, veel verder, sport en beweging, wat heel belangrijk is, voeding... Uh, ja het is een, 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 een totaal beeld ja. van iemand die geconfronteerd wordt met die ziekte uh, die bepaalde vragen heeft natuurlijk bestaat er internet uh, je googelt en, en, en je denkt dan uh, daar de nodige informatie te vinden maar meestal zaait er alleen maar meer twijfel dus uh, vandaar dat wij ons bestaan eigenlijk toch wel uh, waardevol is dus bij deze wil ik toch even aandacht vestigen op uh, de brochure die vandaag gelanceerd wordt um, ik ga eens en, even Links kijken, Britte, um, want wij zijn altijd aan al dezelfde leeftijd ik ben 22. Um, hoe vat jij dat op in jouw perceptie, hoe dat het in jouw omgeving is? Um, is het een verhaal en mijn bachelor? Allee, nu, dus voor jou misschien wel iets dichterbij, ik, maar in de zin van, ben je vrienden bij je omgeving, op de universiteit? Op... Wel, ik heb toevallig um, vorig jaar een dichte vriendin van mij gehad die leukemie heeft gekregen. Um, nu, die heeft dat ondertussen al ja, overwonnen, laten we het zo zeggen. Um, maar op dat moment word je echt wel geconfronteerd met. Amai, dat is, uh, dat is dichtbij, dat is jong, dat is ineens een vriendin van jezelf. Um, ja, die heeft elkaar studies moeten stilzetten op dat moment. Um, je ziet die dan een hele periode niet meer. Dus dan is het echt wel zoiets van: holy shit, je komt hier heel dichtbij. Had je dan opnieuw die nood om met iemand te kunnen overbabbelen? Op dat moment heb ik vooral met haar erover gebabbeld. Um, natuurlijk ook wel een hele vriendengroep. Dus onder elkaar werd daar ook wel over gebabbeld. Ook met mijn mama um, opnieuw. Um, maar gelukkig ja, hadden wij we wel een, een stevige band dat daarover gesproken kon worden. Ik ga even terug naar die brochure die de drie studenten hebben gemaakt voor het Erika thuishuis. Denk je dat dat iets is wat ons wat in onze generatie dat, dat kan helpen, of dat we die informatie nodig hebben, ergens een concrete bron van dit is informatie die, die gewoon even om in het achterhoofd te houden, of zo, dat je mee kan bezig zijn. Absoluut. Ik denk voor sommige mensen is dat iets heel nieuw, kanker. Dus als dat dan in je omgeving terechtkomt, kan dat echt heel overweldigend zijn. En kan zoiets, zeker bij studenten, een goede houvast zijn om daar informatie over op te doen. Ook omdat mentale gezondheid in het algemeen is nog een beetje een taboe. Um, naar een psycholoog gaan, naar een therapeut gaan, is nog een taboe. Dus als er op een laagdrempelige manier naar die informatie gezocht kan worden, is, uh, allee, lijkt mij dat zeer goed, eigenlijk. Het mentale aspect dat speelt ook hè? bij, bij ja, kankerpatiënten. Um, hoe heb jij dat toen ervaren, uh, Sil? Ja, het, het gaat met ups en downs natuurlijk. Hè. En soms uh, ja, gaat het heel bergaf. En dan heb ik ook wel de, de nood gehad om daarover te praten met, met mijn vriend, met mijn familie. Maar op een gegeven moment is dat ook wel iets waar dat je dan niet alleen uitkomt. Um, en dat je dan ook professionele ja, hulp daarin moet zoeken. Um, het is een beetje een zoektocht um, geweest. Van verschillende mensen die me daarin hebben geholpen. Um, maar ja, dat is nog altijd iets waar, waar ik ja, toch wel veel nood aan heb om daarover te praten met iemand professioneel. En is die drempel nog hoog? Um, ja, I, voor, voor mij was die drempel misschien niet zo heel groot, uh, omdat ik er heel veel nood aan had. Maar ik merk wel in mijn omgeving dat dat dan wel. Een grotere drempel was om, om te nemen. Um, dus ja, ik probeer het ook wel altijd heel bespreekbaar te maken en te zeggen van ja, ik, ik zie nu ook een coach, ik ga naar een, een psycholoog, psychiater. Um, dat is iets wat, ja, wat bespreekbaar moet zijn, vind ik. Um, 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 é, het is misschien nog te veel een taboe, maar ja, die mensen zijn er om, om u voor te helpen, zodat ik een, een gewone dokter ook voor lichamelijke dingen kan verder helpen. Dus. Is dat een van de dingen die bijvoorbeeld in de brochure die naar voren komt, dat het mentale aspect? Ja, mentaal zijn uh, mentaal welzijn gaat er samen met, met, uh, met je goed voelen in je vel. Dus uh, en daarvoor zijn er tools, hulpmiddelen die we aanreiken om uh, je zelfbeeld te versterken. Um, dus het is wel heel belangrijk dat die er zijn hoor, en, uh, en zeker ook van uw nabijheid, uw, uw relatie ja. en zo verder. Er is trouwens een quote die hier achteraan staat van een van onze gasten. Eh, bij die gebaren wil je niet al je zorgen stallen, zegt zij. Dus uh, het is ook wel zo, dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Van, ja, je probeert uit liefde gewoon je naaste te behoeden van je eigen pijn en je eigen lijden voor een stuk. Ja, dat, dat, dat creëert extra stress ook bij de ja, Dat is wat je ook zei in, in het begin van de aflevering, Je probeert het niet af te schuiven op andere mensen. Je probeert, er, um, ja, je probeert het alleen te doen. Of... Ja, het is wel iets wat je niet alleen kunt doen. En dat had ik ook wel heel snel door. Dat ik ja, mijn vriend uh, voornamelijk heel hard uh, daarop moest steunen. Uh, ja, dat je dat niet alleen kunt, uh, kunt dragen. Um, ja hoe was dat voor jullie want je hebt ons net verteld wat jouw achtergrond met uh, de ziekte is wie was dat voor jou uh, wij waren voor elkaar ja dus waar uh, ik nu ga ik ze niet emotioneel worden maar uh, wij alleen mijn echtgenote en ik hadden een heel, heel sterke band waren eigenlijk uh, alleen modelkoppel is natuurlijk zo uh, matig maar uh, uh, wij communiceren de heel veel. We stelden vragen aan elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook hoe moeilijk dat die vragen ook zijn om te beantwoorden, je moet ze stellen aan elkaar. Um, en dat helpt. Yeah. Als ik um, om het over een andere boeg te gooien in deze show, want normaal gezien schrijf ik drie thank you quotes uh, in iedere. Show waarin ik dingen of mensen bedank die ik, um, die ik de afgelopen weken in de actualiteit heb zien passeren. Maar ik wil het deze week eigenlijk eens overlaten aan de mensen die hier zitten. En ik wil jullie eens vragen: ik ga bij jou beginnen, Britten. Um, als jullie een boodschap mogen geven aan iemand die jullie enorm dankbaar zijn. Um, in dit hele verhaal, in het hele verwerkingsproces. Um, van hoe jullie met in aanraking zijn gekomen met kanker. Wie, wie of wat is dat dan voor jullie? Ik denk dat ik dan sowieso voor mijn mama zou gaan op dat moment. Um, ik denk wel voor mij, waar zij mij het meeste mee heeft geholpen. Um, dus ja, gelijk daar straks zijn. Mijn opa is uiteindelijk gestorven met euthanasie. Het was eerste bedoeling dat ik daar niet bij mocht zijn. Um, dus dat was initieel tegen mij gezegd van het was mij wel uitgelegd wat er ging gebeuren. Um, en ik had dan ja, ook gezegd: van ja, oké, okay, is goed, ik ga er niet bij zijn. En vijf minuten voordat het zover was, zei ik: van ik wil daarbij zijn. En toen heeft mama uiteindelijk wel gezorgd dat dat toegelaten werd. Um, heeft ze iedereen overtuigd dat ik volwassen genoeg was op dat moment om dat aan te kunnen. En daar ben ik haar nog altijd enorm dankbaar voor, dat ik daarbij ben mogen zijn. Dus sowieso dat. wie is ik ik denk dat ik het misschien al weet, maar ik ga het toch zelf even laten zeggen. Maar wie is dat voor jou geweest? Ja, mijn vriend Giovanni, die hier ook aanwezig is, die heeft mij ja, door alles ja, getrokken. Um, het is niet altijd heel simpel geweest, want we hebben 2018 staat bij ons uh, als een, een zwart jaar. Um, hij heeft ook een heel zwaar motorongeluk gehad in die periode. Um, ik denk dat ik ja, drie maanden na mijn operatie. Dus we hebben op elkaar gebouwd en moeten recht houden. Uh, en ja, hij is er altijd voor mij geweest, uh, nog altijd. Um, ook al heb ik soms van die gekke um, ja, kronkels in mijn hoofd misschien. Um, met uh, ook ja, de werken die ik uh, gemaakt heb, uh, heb ik nu ook een, uh, eind april een expo gehad. Uh, voor de verwerking eigenlijk af te ronden, vijf jaar verwerking. Um, en daar heeft hij mij ook blijven ja, steunen, um, um, onverwaardelijk eigenlijk. En um, dus ja echt wel, ja, ik, ik heb er niet zoveel woorden voor, of ik kan, kan het niet zo, maar het is, het is wel... Ja, hij, hij is ja, gewoon er gewoon altijd voor mij. Dus, dus, uh, ja, je zit hier ook behind the scenes, achter de yeah. schermen, no, achter no, de camera's. Yes. Um, je steun en te verlaten komt dan ook mee. Vanavond? Ja, ik vind het ook wel. Hij is, hij is altijd eider voor mij om, om dit soort dingen dan ook ten volle uh, mee te maken en, en mij daarin te steunen. Um, hij, ook Al vind ik het allemaal een beetje spannend en zo. Uh, hij, hij is er wel altijd voor mee. Dus, uh, yeah. Wil ik ga naar, naar jou gaan. Wie, of, of wat is dat voor jou geweest? Uh, een beetje dubbel. Uh, echt zelf, omdat het een mooi voorbeeld is van. Uh levensvreugde en strijdlust uh, en relativeringsvermogen. Uh, ik ben het leven, uh, ik kom uit de zakenwereld, uh, het leven heel anders gaan bekijken. Uh, het is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Uh, en gewoon zou ik zeggen, uh, wees er voor elkaar in moeilijke tijden. Een mooie not om mijn overgang ook mee te maken naar Zita. Want Zita staat hier nog steeds klaar in onze studio. Een eerbetoon. Um, wil ik haar laten brengen aan alle mensen voor wie dat we dankbaar zijn, voor wie dat we in ons dagelijks leven dankbaar zijn, zoals Willy, Siel en Brette hier net hebben bewezen, die ons helpen in die tijd die er altijd uh, zijn. En zoals je zei, Willy, um, wees er voor elkaar. Um, Zita, ik ga het woord weer helemaal aan jou geven, of liever de muziek aan jou geven. Um, voilà. To. To my past. Ziet dat opnieuw. Merci. Een heel dikke merci om hier vandaag ook te zijn, want we zijn zo bijna aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Siel, um, ik ga nog even, even inpikken, want je zei het ook net: uh, je vriend is, is hier mee om ook hier vandaag even bij te staan. Want uh, je vindt het belangrijk om erover te babbelen, maar um, het is en blijft moeilijk. Ja, toch wel. Het is I, een, een gevoelig onderwerp, iedere keer als ik erover praat, maar um, ja. Ik vind het ook wel belangrijk om erover te blijven praten. En um, ik heb er mijn eigen weg een beetje in gezocht om, uh, om, te, uh, om dat te doen. Um, in woorden ben ik niet zo heel goed. Maar ik heb wel mijn, mijn eigen manier gevonden um, om ja, het bespreekbaar te maken met, met dan dat broosje dat ik uh, gemaakt heb, dat ik ook verkoop voor ThinkPink uh, te steunen. Um, ja, met, met de dingen die ik ge ja, gecreëerd heb. Um, dus, ik zou zeggen, check vooral mijn Instagram en Facebookpagina. Seal underscore, design en juwelen. Want dan ja, gaat je nog meer uh, kunnen zien van wat ik allemaal gedaan heb. Uh, dus, uh. Ja, ik zou zeggen, bekijk het gewoon in de beschrijving van deze podcast. Ja. Dan wil ik alle links zetten. Okay. Um, wie is dat iets wat, wat zo die community op een bepaalde manier wel samenhoudt? Dat iedereen wel iets. Probeer te doen om, om elkaar te steunen, om op zijn eigen manier een verwerkingsproces te creëren. Eh, zeker, ja. Eh, lotgenoten die eh, verstaan elkaar altijd beter. Eh, en eh, als je buiten die groep treedt, want op straat in de winkelstraat komt een kennis tegen die, die zegt dan: ja, oh, je ziet er goed uit. Eh? Eh, het zal wel beter gaan, hè? Eh, Maar ze durven niet. De de eigenlijke vraag waar dat ze mee zitten, durven ze niet te stellen. En. Ja. Uh, dus uh, binnen lotgenoten uh, kan dat wel. Het creëert ja, direct een band. Dat is ja, heel vreemd als, als je ja, dat woord kanker ver vertaalt of, of zegt van: kijk, dit of dit. Um, ja, dan krijg je direct een heel andere connectie met iemand. Dat, uh, dat is heel vreemd, maar je weet waar dat. De andere ook is ook door, doorgegaan. Dus, uh, ja. ja, ik merk het ook al, als ik het mag zeggen, aan de manier waarop dit gesprek ook vorm gekregen heeft. is dat, dat je wel, ik verstaat elkaar en begrijp elkaar. En, en dat doet heel veel, denk ik. Ja. De indruk. En ik hoop, uit de grond van mijn hart, dat het ook voor de luisteraar, voor de jonge luisteraar of kijker um, iets heeft gedaan. Of dat jullie tenminste daarover hebben kunnen nadenken nu. Want het is belangrijk, denk ik, om. Erover te blijven babbelen om uh, blijvend initiatieven als het Erika Thijshuis vol uh, volmondig te steunen. Zeker voor jongeren. Hè? Ik bedoel, alleen, Siel was er ook heel vroeg bij, gelukkig. Mm -hmm. Dus uh, ik denk niet, het overkomt mij niet. Mm -hmm. Als je jong bent, het kan je wel degelijk overkomen. Dus uh, als je iets detecteert, ga er onmiddellijk mee verder. Zijn mm -hmm. er goede raadplegingen mm -hmm. een mij? Ja, bij mij is het vooral check your boobies. <laughs> Ja, een, een misschien een ludieke uitspraak, maar ja. ik denk wel het is, uh, een enorm belangrijke uitspraak. Ja. Um, Willy, Sil, mag ik jullie enorm hartelijk danken um, om deel te nemen aan dit gesprek, om hier vandaag te zijn in Student Night, um, om jullie verhaal te brengen. Ja. Um, er is nog iets waar ik het heel graag wil over hebben met Britten. Um, ik spring misschien een beetje van de hak op de tak, <laughs> maar je werkt ook uh, bij Student Hotspot. Klopt. Allright. En uh, Student Hotspot, dat is uh, een van onze partnerorganisaties, en daar gaan we binnenkort ook iets uh, heel leuk doen. Binnenkort, dat is volgende uh, woensdag. De woensdag die nu komt, 24 mei. Want dan nodigen we uh, een artiest uit. En dan gaan we een mini-concertje geven. Um, we geven daar zelfs een gratis hapje en drankje bij. Weg. Dus um, iedereen is daarop uitgenodigd. Ik kijk ook even naar rechts aan mij. Willy Silver, jullie zeker iedereen hier aanwezig is uh, uitgenodigd op 24 mei bij Sint Hotspot? Maar even, Sint Hotspot, wat is dat nu eigenlijk? Juist. Oké, okay. we gaan dat compact op <laughs> ja. uitleggen. Het is gewoon een plek voor en door studenten. Okay. Studenten kunnen er vergaderzalen um, in huren, reserveren om met samen te komen, om aan projecten te werken. Ze kunnen er ook gewoon yoga gaan doen. Er is uh, een chill plekje waar je kunt lezen, waar je op je gemak op zo'n yogakussentje kunt zitten. Je kunt er gewoon langs gaan om gewoon te zitten en de koffie te hebben, te babbelen met je vrienden. Het um, is dus eigenlijk gewoon een gezellige plek waarvan de bedoeling is om studenten te ondersteunen. Alright. Klopt, dus eigenlijk klopt. gewoon een beetje een soort van inloophuis, als ik het zo mag zeggen. Gewoon ga er naartoe en praat met elkaar en studeer er. Of hier een ruimte af en dan kan je samen studeren met je vrienden. Klopt, inderdaad. Voilà. En zelfs een koffietje drinken. Ja, en we hebben ook een website waar af en toe een blogpost op gepost wordt. Um, alles in verband met studenten. We proberen er de interessantste events van Hassel en Diepenbeek ook op te zetten. Dus we proberen gewoon een beetje alles van student zijn te centraliseren. Voilà. Ik zal uh, nog eens herhalen: 24 mei, dat is volgende week woensdag om 7 uur bij Student Hotspot. Dat is in de 11e Linie straat 15a, als ik me goed herinner. Klopt. Hey, helemaal van buiten geblokt. <laughs> en tot het einde van de aflevering kunnen onthouden. Dat is uh, zeer speciaal voor mezelf. Um, en misschien ook een tip voor jullie blog. Uh, als ik hier even rechts kijk, er zijn studenten van de UHS die met een fantastisch project zijn bezig geweest. Ze zitten hier achter de schermen. Um, daar kan zeker iets over verschijnen, denk ik. Um, als dat ik, ik zo vrij mag zijn om hier voorstellen te doen. Goed. Zeker. Dan is dit het einde van een laatste Student at Night voor dit jaar. Of niet? Wacht. Even checken. Even checken. Wat is dat hier? Hallo. Dag, Reelia. Dit is de toekomst. Ah ja. Ja, ja, ja. Ik bel met de toekomst. Dat is wel cool. Niet meer hoe. Oh. Ik heb nieuws voor jou. Ah, bon. Dat is wel leuk. Ik mag hier iets aankondigen. Maar wat? Iets. Ah, ja, ja, ja. Ja, maar nee. Maar pakt u. Ja, maar we zitten wel een In live de op. Maar misschien. Wel... Ja, nee. Ik zou zeggen, pakt u een tijd. Maar. Ja. Hoe. Oh. Ik zie iemand anders. Maar, enfin. De toekomst staat vast. Ja, maar nee, nee, daar gaan we het nog eens even over hebben. Daar gaan we het nog eens even over hebben. Het is wat het is. Ja, maar ik wil hier wel nog zitten voor volgend seizoen. Maar we spreken elkaar nog. Maar. maar je gaat me toch niet zomaar vervangen? In een nieuw seizoen. Ja, nou, bon Oké, okay, maar dan mag ik dan toch al zeggen. Dat is helemaal goed. Merci. Ik zeg, als je nog eens belt, kies een ander moment, hè. Ja, ik heb dus even gebeld met de toekomst. En ik mag een leuke aankondiging doen. Want in september zijn we gewoon helemaal terug met een gloednieuw seizoen van Student at Night en misschien, heel misschien, komt er in de zomer ook nog wel eens iets op jullie pad. Blijf ons volgen at Student Night op Instagram, TikTok, overal. Maar vooral op onze website www.studentatnight.com Mag ik jullie enorm hard bedanken om het afgelopen jaar zo massaal te kijken, te luisteren. En uh, ons te steunen in alles wat we gedaan hebben. We hebben een radiomarathon hier op poten gezet. Um, we hebben dit fantastische project kunnen verwezenlijken. Fantastische mensen kunnen uh, ja, over de vloer hebben in onze studio. Het was mij een genoegen om deze show een heel jaar lang te mogen presenteren met een fantastisch team dat hier achter de schermen hart en ziel steekt in deze show. En um, ja, tot in september. Maar wie weet zonder mij dan, of wat? Tschüss, salut en fijne zomeren.